Eindexamens, vrienden. Het is weer zover. Oeh, wat een spanning. Ja, voor de ouders, dat is één. Maar nog veel erger natuurlijk. Voor al die leerlingen. Die bedoelen, zal ik slagen? Ja of nee? Weet ik veel. Ja, sommigen die weten het al lang, want die zijn goed genoeg. En die weten... Kijk, toen ik eindexamen deed, beste vrienden. Ja, ik... Voor mij was het werkelijk, oh man, het was een spanning. Want ik zat op een handelsschool, een MULO. Nou, het was al niet zo aan de hoge kant, vrienden. Nee, we hebben hier niet te maken met een studiehoofd, nee. Dus wat gebeurt? Ik bleef al zitten in de tweede klas van die MULO. Zie je het voor je? Ja, dan gaan we... En mocht ik het gewoon nog een keertje overdoen. En daarna kwam dus het eindexamen. Maar ja, het was voor mij en student zwaar en echt zwoegen en ploegen en echt blokken, dat weet je wel. En wat, nu iedereen wordt keurig gebeld, hè? Zo van ja, nee, we bellen je op met de uitslag en dit en dat. Maar hey, ik werd niet gebeld. Nee, ja, nee, ik was op school en ik moest bij de directeur komen. Ja, directeur. En directeur, die zegt, nou ja, Harry, ik heb gewoon geen goed nieuws voor jou. Het was allemaal niet zo erg, maar je komt net één puntje tekort. Dus ik zeg nog... Toen had ik al last van een beetje lollig. Ik zei, nou, dan ben ik cum laude gezakt. Nou ja, zo zou je dat wel kunnen noemen, sprak de directeur. Die denkt, oh, ik word hier gered uit een moeilijk gesprekje. En nou ja, en dat ging niet door. Dus ik zakte, gewoon poep, hoppatee. En weer kon ik weer een jaar overdoen. Dus eindelijk, op mijn 18e, kwam ik een keer van die school af. Maar... Zie vrienden, wat daarna is gebeurd. En dat wil ik eigenlijk even meegeven aan onze vrienden die vandaag, morgen, weet ik veel, wanneer gaan zakken. En dat het niet doorgaat. Zit niet in de put. Totaal niet. En dan, kijk naar mij. Ja, kijk, hier zit je voorbeeld. Ja, want het is uiteindelijk toch... Helemaal goed gekomen na al die ellende op school. En ook al ben je geen Einstein met dit. En weet je niet alles wanneer de slag bij Nieuwpoort was. Hoeft niet. Als je maar slim bent in het dagelijks leven. Je gezonde kopje gebruikt. En een beetje aan wil pakken en hard wil werken. Hey, dan krijg je gewoon. Gaat het vanzelf, vrienden. Dus, nogmaals, tegen jullie. Die het niet redden en die gezakt zijn. Niks aan de hand!